Ik wil gaan werken aan een gezonder Brabant, dus dat betekent schone lucht, een schone, veilige leefomgeving, veel ruimte buiten die mensen uitdaagt om te bewegen, te wandelen, te fietsen, te sporten. Nou, de woningmarkt in Brabant vraagt dat we meer dan 10.000 woningen per jaar bouwen om tegemoet te komen aan alle urgente behoeften die daar zijn. De komende jaren moeten we de natuur in Brabant, prachtige natuur, moeten we veel meer met elkaar verbinden. Als die natuurgebieden aan elkaar zitten, dan is dat veel beter voor de soortenrijkdom van onze planten en dieren. Daarmee kunnen we die natuur ook redden. Nou, dat is het versterken van het blijfklimaat. Misschien wel een nieuwe term, maar dat betekent dat we ervoor willen zorgen als provincie dat het goed is om in dorpen te wonen en te blijven wonen. En dat daar ook alle voorzieningen voor in orde zijn. De A50 moet denk ik op onderdelen verbreed gaan worden. Na de A2, de A67, de A58 hebben we allemaal al geregeld. Die A50 nog niet. En met de partners gaan wij Brabant proberen veiliger te maken. Dus die drugscriminaliteit en alles wat daarmee samenhangt gaan wij proberen uit te bannen. We de schaarste op die arbeidsmarkt echt gaan oplossen. Zodat we nu en in de toekomst de mensen aan de baan hebben. Dus om de economie van Brabant vooruit te helpen.